Här finns massor av folk. Här finns Baker Ahmed. Han är kurd från Irak. Numera är han fackordförande på Stena Line här i Göteborg. Här finns Leif Blomberg. Han är född i Enköping och minister för integration. Här finns Kibombo Mukupe. Han är från Uganda. Men nu är han skådespelare i Angered här i Göteborg. Här finns Peter Birro. Han har rötter i Italien, uppvuxen i Angered och nu är han författare. Och här finns Ahmed Önal. Han är från Turkiet, bor i Tyresö och chef för Trygg Hansas fondförsäkringsförvaltning. Och så finns Per Unkel här. Han är född i Finspång och är moderat riksdagsman. Wat ik later wil worden is later voor mezelf werk. Als je aan het einde van de dag naar huis rijdt van dit heb ik vandaag verdiend en niet dit heb ik vandaag voor de baas verdiend. En in wat voor branche of zo, dat moet allemaal nog blijken. Ik zit meer zelf aan import-export te denken, maar ook de financiële wereld trekt me nu. Ik ga waarschijnlijk het bedrijf van mijn vader overnemen. Het maakt mij niet uit wat ik verkoop als ik maar wat verkoop. Het liefst ruil ik er nog iets in. Waar het geld is, daar gaan we naartoe. Je zult je moeten onderscheiden ten opzichte van de grijze massa? Als je denkt van ik werk van 9 tot 5, dan haal je het in. Je moet heel veel uren investeren. 12, 13 uur per dag. Dus dat is per week 7 keer. Dus reken maar uit. 98 uur. Een week heeft 168 uur. Als je er daarvan 100 werkt, heb je nog 68 over. Dus van me mee. Nou, die past zich maar aan. Ik heb hier nu voor gekozen. Dus, en hier ga ik ook mee verder. En als dat iemand anders niet past, ja, dan is dat een probleem voor die ander. Als zij gaat piepen en ze wil dat ik een dag minder ga werken, dan moet zij ook 1,5 van de loon inschieten. Dan kan zij dit in het weekend weer 1,5 minder uitgeven. Ja, of dan gaat ze naar een ander. Absoluut waarheid niet in spitsensport te zoeken had. Weil Doping kein Mittel ist. Ja. Jeder soll trainieren, jeder soll die gleiche Chance haben. Unter Beobachtung eines Arztes, der also sagen wir mal die Reaktion des Körpers haargenau registriert und nach darauf eingeht, könnte das durchaus irgendwo möglich sein zu praktizieren. Es ist auch weniger gefährlich, als wenn man jetzt einfach hingeht und schmeißt sich irgendein Zeug rein und sagt, die Ärzte haben doch schon mehr Ahnung als man privat so selber. Nein, ich würde sagen, Doping ist also praktisch alles an Aufputschen von einem Mensch und alles, was aufgeputscht wird, ist ungesund und das soll immer bleiben. Dass der Mensch soll so viel Leistung bringen, wie er selber bringen kann, aber nicht Putschmittel nehmen. Ja, weil das scheiße ist. Wenn die Fahrrad fahren wollen, dann sollen die Fahrrad fahren, wie sie können, ohne irgendwelche Sondermittel oder sonst irgendwas. Wenn nur einige schlechte Menschen dabei sind, kann man nicht alle drunter leiden lassen. De opmerking over de vrouwen, daar gaat het wereldrecord zeker niet vallen. Nou, die mening zijn we hier in de studio nog lang niet toegedaan hoor. Onze Christina, ze is even niet in beeld geweest. We weten het pas als we haar weer zien, hè. Dat is nu even het punt. We moeten even contact met haar krijgen. Ja, de laatste minuut hebben wij haar niet gezien, dus we weten ook dus niet. We weten het gewoon even niet. Is de dip die Eva bij haar zag, is de dip doorgezet, dan hebben we een probleem. Maar misschien ook helemaal niet. En dan kan dat wereldrecord bij de vrouwen er toch nog aan gaan. Goed, de regie blijft bij de mannen. De mannelijke koplopers. En Alberto Jussaro, nummer 2 uit Spanje, die is, Bob, zei jij net, definitief afgehaald. Ja. Jouw favoriet, hè? Ja, jouw favoriet. Nou, die favoriet, ja. Ja, zijn ze alle drie gewoon, want ik bewonder niet bij alle marathonlopers. Maar ja, je moet af en toe een gokje maken. Love, 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 love
wat ze moeten voor horen. Det kan være, at vi skulle starte med først at fastslå, at der egentlig findes to slags katte, kan man sige. Nemlig ejerkatte og herreløse katte. Er det korrekt, Marianne? Ja, det er rigtigt. Ja. Og så vil jeg starte med et spørgsmål kontant til dig, Christian, som repræsentant for Jægerne Skyder. Du og dine medlemmer katte. Ja og nej. De skyder i hvert fald ikke samtidig. Ik moet een leuke woning, ja, als ze welk plan dan ook doen. Er zijn maar drie plannen eigenlijk, hè. Ja, kijk, alle plannen zijn... Alle plannen betekenen 16.000 auto's per etmaal. En dat is er één per, ik meen, drie seconden. Dus je kunt er nagaan. Gaat nou 10 meter of 20 meter van je huis af. Mevrouw Sekka, u woont in een buurt in Amsterdam-Oost waar een pedoseksueel woont die zijn straf heeft uitgezeten. U heeft die man verjaagd uit de buurt. Ja. Heeft die man niet ook recht op een plek om te wonen? Ja, maar niet in een kinderrijke buurt en zeker onder begeleiding. En anders niet? Nee. Dus dat betekent dat hij bij u uit de buurt moest? Uiteraard, ja. Meneer De Ponti, u bent van Scouting Nederland, organisatie van 125.000 verkenners. Waarom geeft Scouting Nederland veroordeelde pedoseksuelen geen tweede kans in de organisatie? Zolang niet gebleken is dat mensen van de afwijking die ze hebben kunnen genezen, vinden wij dat het belang van de veiligheid van kinderen voorgaat. Mevrouw Smelik, uw schoonzusje werd op verschrikkelijk verhaal verkracht en vermoord door een man die tijdelijk verlof was uit de TBS-kliniek waar hij zat. Mogen hardnekkige daders als hij nou ooit weer terug in de maatschappij, vindt u? Nee, vind ik niet. Ik vind dat de maatschappij, de samenleving, daartegen beschermd moet worden. Levenslang? Ja, desnoods levenslang. Ja. Hoe ga je daar in het onderwijs mee om? Meneer Schaap, u bent directeur van voorbereidend beroepsonderwijs in school in Haarlem. U nam op een gegeven moment een nieuwe docent aan. Dat klopt. Die man had een bewijs van goed gedrag. Het zag er goed uit. Was hij inderdaad de goede docent die u voor ogen had? SEC. Vanuit het onderwijs geredeneerd was een hele goede onderwijzer. Hij had alleen, om te spreken met mijn overbuurman, een afwijking. Hij was iets te veel gericht op kinderen. En dat betekende dat na een dienstverband van een jaar, toen het duidelijk werd voor mij, dat er dus een eind aan gemaakt werd. Iets te veel gericht op kinderen? Welke symptomen had u? Hij knuffelde net iets te veel. Kinderen moeten aangehaald worden, even voor de duidelijkheid. Kinderen hebben warmte nodig. Allemaal geen enkel probleem. Alleen op het moment dat niet het kind, maar de volwassene er voldoening en lust aan beleeft, dan zijn de grenzen overschreden. U nam dat waar. Hoe reageerde u als directeur op die feiten? Op het moment... Två modellerna för sysselsättningsstöd för hemarbete, det så kallade PIG-stödet, har väckt intresse. I västra Finland har nya hemserviceföretag startats, medan hushållen i södra Finland lockas.